soms de inconsequente filmpjes upload over handwerken, met name haken en breien. Maar ik vind het gewoon leuk om af en toe eens lekker te kletsen over mijn handwerkavonturen. En ik neem jullie daar graag in mee. Dus gezellig als je kijkt. Ja, voor wie mij langer kent, weet dat ik er eventjes tussenuit ben geweest. Want ik ben geopereerd aan mijn voeten. En ja, dat is niks ernstigs. Het is hallux valgus, mocht je het kennen. Scheefstand van de grote teen. Ja, niks ernstigs, maar goed. Uiteindelijk voor je algehele gestel, hè, het goed afrollen van je voet en dat soort dingen, was het wel belangrijk om er iets aan te doen. Dus bij deze. Dus ik ben een paar weken lang ben ik in herstel geweest en heb ik echt niks kunnen doen. Niet autorijden, niet fietsen en eigenlijk ook bijna niet lopen. Maar nu heb ik vandaag eindelijk het verlossende woord gekregen. De röntgenfoto's zijn gemaakt en de chirurg heeft bevestigd dat het allemaal supergoed genezen is. En het bot is weer aan elkaar gehaakt. Het bot is weer aan elkaar gegroeid. En hartstikke blij dat dat... ik zit af en toe even naar boven te kijken. Ik ga je ook trouwens even waarschuwen, want hiernaast zijn ze een uitbouw aan het plaatsen. En die mannen zijn daar hartstikke hard aan het werk om dat allemaal goed te maken. Maar af en toe zal je dus misschien wel wat geluidsoverlast horen. En af en toe zie ik ze ook voorbij klimmen over de ladder. Dus als je me opeens ziet, dan weet je wat het is. Hartstikke leuk dus dat je weer kijkt. Ik heb zoals wel eerder voor deze video een samenwerking met Anna Luisa. Anna Luisa is een sieradenmerk uit New York. En ik heb al een wat langere tijd een hele leuke samenwerking met ze. Waarbij ik heel veel mooie sieraden aan jullie mag laten zien. En zelf mag dragen natuurlijk. En in dit geval heb ik dit mooie setje binnengekregen. Het is een ketting met een armband met een wat vrij grote schakel. En dat is een paperclip schakel, noemen ze dat ook wel. Ik vond het een heel leuk setje om zo te dragen met ook eventueel een wat langere ketting erbij. Dus dat je een leuke combinatie hebt. En ik heb deze oorbellen erbij. Die hebben ze ook in verschillende kleuren. Ja, het zijn hartstikke mooie sieraden die ook nog eens duurzaam geproduceerd worden. En als je een keer een kijkje wil nemen op de website, ga dan vooral even naar de beschrijving in mijn, of onder mijn filmpje. Daar heb ik de link staan met een kortingscode. En het is echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Want ja, ik moet zeggen, hoe langer en hoe vaker ik de sieraden draag, hoe meer enthousiast ik erover ben. Het zijn echt hele mooie, mooie items die je goed kan combineren en die mooi blijven. Ze hebben goede sluitingen. Echt wel, ik weet niet of je het zo kan zien, echt wel hele mooie stevige sluitingen. Hè? Dus je kan de sieraden niet snel kwijtraken of iets. En je kan het allemaal heel leuk combineren met elkaar. Dus echt een aanrader als je een keer op zoek bent naar een mooi sieraden item. Ja, en verder heb ik ook de afgelopen tijd wel wat zitten handwerken. Niet al te veel, want ik moet wel zeggen dat in verband met mijn voeten was ik toch ook wel bezig met het herstel. En je kan wel zeggen, je ligt, dus je moet, hè, je kan niet zoveel, dus je bent vast wel veel gaan handwerken. Maar op de een of andere manier was ik er ook mentaal een beetje, vooral die eerste paar weken, was ik er nog niet helemaal met mijn hoofd bij. En was ik me vooral op mijn herstel aan het concentreren. Dus er is nu weer wat ruimte om wat leuke projecten op te pakken. En wij hebben afgelopen zaterdag een hartstikke leuk handwerkfeest georganiseerd. Samen met Feestje bij Eef. Eva-Marie Kroonen en ik die organiseren de Delicious Yarn Parties. We hebben een spring editie gehad in maart en nu in juni hebben we dus de zomer editie gehad. En moet zeggen, het is zo'n leuke groep mensen dan bij elkaar die lekker samen kletsen over handwerken en ideeën kunnen uitwisselen en inspiratie opdoen. En wij worden gesponsord door, of wij zijn de afgelopen twee keren gesponsord door Langyarns. En die hebben ons blij gemaakt met twee super mooie leuke pakketten. Vorige keer hadden wij al een paar mooie bollen gekregen. En dit keer hebben we de Langyarns Amira gekregen. Ik zal het er even bij pakken. Dit zijn de bollen. Bijvoorbeeld deze kleurtjes. Roze heb ik al. Even kijken.
kijk, een geweldig kleuren. Super leuk voor de lente. Het is namelijk een 100% katoen garen. En ja, sorry, ik blij. Ik zit iemand daar binnen te kijken. Maar goed, ja, super mooi katoen garen. Ik heb een heel leuk project voor in gedachten. Namelijk een trui. Ik ga er ook gewoon lekker mee beginnen met mijn nieuwe project. Meestal laat ik zien wat ik al eerder gemaakt heb, maar ik ben zo enthousiast hierover. Het is namelijk voor het eerst dat ik ga breien met katoen. Ik heb wel met katoen gehaakt uiteraard, daar zal ik je ook zo wel wat van laten zien. Maar ik heb nu dus voor het eerst gekozen voor een breiproject. En ja, het is super fijn zacht garen. Het is echt, het is namelijk een beetje, even kijken of ik het jullie kan laten zien. Het draadje, ja nee, ik heb natuurlijk helemaal, oké, misschien zie je het wel. Ik heb niet zo'n professionele camera, maar het draadje is namelijk een soort van kokertje, zeg maar. Dus de strengen van het katoengaren zijn op een bepaalde manier een beetje gevlochten, zodat je zo'n soort koordje, strengetje hebt. En dat maakt het heel luchtig, in tegenstelling tot hè, normaal gesproken is katoen wat, het beeld is een beetje donker geworden. Normaal gesproken is katoen natuurlijk wat zwaarder, voelt wat stugger, wat zwaarder aan. Maar dit is echt heel soepel, heel zacht garen. Dus mijn plan is om daar een hele leuke gestreepte trui van te maken. Ik heb als eerste deze beetje koraal, roze, roodachtige kleur gekozen voor de borden. Daar wil ik de borden mee maken. En nu ben ik verder aan het breien met een lichtroze kleur. En uiteindelijk ga ik dus al die kleurtjes die ik jullie net liet zien, ga ik dan tussendoor als strepen, zeg maar, ertussen doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Ik ga jullie natuurlijk op de hoogte houden. Je kan mij volgen op Instagram trouwens, Wereld van Woolies. Daar deel ik dit soort projecten allemaal met jullie. En ja, kan je bijhouden hoe het ervoor staat en wat ik ervan vind. Tot nu toe breidt het heel lekker. Ik moet wel zeggen dat ik, doordat ik dus voor het eerst met, voor het eerst met katoen breid, dat ik het wel wat stugger vind dan met wol. Dat viel me echt gelijk op. Maar omdat het garen dus vrij zacht is, glijdt hij echt wel lekker soepel over de naalden. En vind ik dat dan wel weer heel prettig nu met het warmere temperatuur. Want ik heb er vrij snel moeite mee dat ik dan het garen niet zo goed door mijn vingers kan laten glijden. En dat vind ik ja, op een of andere manier vind ik dat echt een heel naar gevoel. Dus ik. Ja, als ik echt een beetje zweterige handen heb, dan lukt mijn handwerk gewoon echt niet. Maar met dit garen gaat het tot nu toe prima. Dus ik heb gisteren deze bord gemaakt. En ik ga vandaag even lekker verder met wat strepen. Ik ga raglan doen. Ik ga namelijk weer een patroon gebruiken die ik ook voor mijn mohair trui heb gebruikt. En daar ga ik jullie nu wat over vertellen. Want mijn laatste gebreide kledingstuk, maar dat is niet waar. Daar ga ik jullie zo weer meer over vertellen. Maar deze trui heb ik, even kijken, in het voorjaar afgemaakt. Ik ben toen begonnen met een patroon van Miele Fried, heet het. Ik zal ook in de beschrijving de naam en de link vermelden voor als je het leuk vindt om te zien. Maar het is de Magnolia Blues van Miele Fried. Daar kocht ik zeg maar het oorspronkelijke patroon van. Waarbij je eigenlijk aan de hals en aan de mouwen een soort van ruffels maakte. En dat leek me ontzettend leuk. Het patroon vind ik heel leuk eruit zien. Maar toen ik begonnen was, want je begint zeg maar met deze kraag. En uiteindelijk ga je hier de ruffel dan nog eens opmaken. Maar toen ik dus bezig was, en gelukkig was dat dus de constructie. Want toen ik eenmaal een stukje aan het breien was, merkte ik al gauw dat ik dat met dat mohair draad eigenlijk niet zo heel prettig vond om voor zo'n ruffel te kiezen. Want het is best wel dik, het is heel warm. En ook zeg maar de zogeheten stitch definition, zeg maar, die vond ik niet passen bij de ruffels. Dus ik ga daar nog eens naar kijken. Maar ik denk dat die ruffels mooier zijn als je een dun
fingering weight woldraadje hebt of iets wat dat is zo het patroon ook zeg maar bedoeld, denk ik. Want dat zie je ook in die fotootjes. En dan komt het heel mooi naar voren. Maar met dat mohair vond ik dat niet zo'n goed idee. Dus dat heb ik achterwege gelaten. Ik ben dus wel de raglan gaan breien zoals in het patroon. En die raglan die heeft 4 steken. Dus daardoor wordt die wat breder. En dat vind ik echt een heel mooi effect hebben. Zo kan je, denk ik, ja, zo kan je het beter zien. Dus daar ben ik heel tevreden over. Ik heb ook voor het eerst short rows gebreid. En daar ben ik ontzettend trots op. Want sowieso was deze trui alles voor het eerst. Ik heb voor het eerst met mohair gebreid. Ik heb voor het eerst raglan trui gebreid. En ik heb voor het eerst short rows gebreid. Dus nou ja, ik zit de hele tijd aan mijn neus van die mohair pluisjes die vliegen in het rond. Ik ben er heel tevreden over. Het leek net alsof de vlekjes zijn, maar dat is het niet. Het is alleen zo dat hiervoor ging er even iets mis. Hier zo. Ik durfde het niet meer te herstellen, omdat ik dus hier net klaar was met die short rows. En ik dacht, ja, als ik hier dan weer iets probeer, een steekje probeer te laten vallen, hè, om hem dan weer op te pakken of iets, was ik bang dat ik weer met mijn short rows in de knoei kwam. Dus ik heb het gelaten. Ik baal er wel van, want het is precies natuurlijk hiervoor bij de hals. Dus, maar ik heb hem nog niet geblokt. Want daar ben ik dus door de operatie en dergelijke ook niet aan toegekomen. Maar ik heb hem nog niet geblokt. Dus ik hoop dat dat straks met het blokken, ja, beter zal uitpakken. Nou, wat heb ik toen gedaan? Het lijf is helemaal plain. Ik heb vervolgens dezelfde boord gebreid als hierboven. En uiteindelijk heb ik besloten, en ik vind van die ballonmouwen vind ik zo geweldig. En ja, toen heb ik besloten om dat dus met deze trui te doen. Dat vond ik echt geschikt om met dit garen te doen. En ik heb het helemaal op gevoel gedaan, want het patroon zei dus dat je gewoon de mouwen moet minderen en dan een gewone boord maken en daar dan weer die ruffels aan maken. Nou, ik heb een heel stuk heb ik dus gewoon recht gebreid, dus ik heb niet geminderd. Ik heb dit stuk gewoon in één keer zo recht gebreid. En op een gegeven moment heb ik dus een heel stuk geminderd voor de boord. En die boord heb ik weer heel lang gemaakt. Dus ik zal even kijken of ik zo even... Ja, het is hier, ik zit in de serre, dat weten de meesten inmiddels nu wel. En ja, door de warmte wordt het hier zo warm dat ik ga hem niet aantrekken, want dan krijg ik hem denk ik niet meer uit. Maar om even een idee te geven van de boord. Ik heb dus een hele lange boord gemaakt. Het idee was een beetje van, ja, misschien kan ik hem nog omslaan, hè, dat ik het zo draag of iets. Ja, je ziet nog de draadjes voor het afknippen van het blokken. Tenminste, die wil ik dus afknippen na het blokken. Maar uiteindelijk, als ik hem echt aan heb, dan zitten de boorden gewoon goed. En ze zijn niet te lang, dus echt omslaan, dat zal ik denk ik niet zo snel doen. Maar hij zit heerlijk. Het zit echt lekker, lekker zacht, lekker strak. Sowieso kan ik je echt vertellen, volgens mij heb ik dat in mijn vorige filmpjes ook verteld, dat heb je nog niet... Oh, kijk, nou krijg ik hem niet uit. het is echt zo warm nu. Sowieso, als je nog nooit iets met mohair hebt gemaakt, ja, ik weet het. De een loves it, de ander hates it. Ik love it. me like it. Ik vind dit echt, het is zo zacht, want het is dus gemaakt met een draadje sokkenwol en een draadje mohair. En als je gewoon de sokkenwol voelt, die is best wel ruwig. Ik bedoel, het is toch 100% wol en... Of nee, dat zeg ik natuurlijk niet goed. 75% wol, 25% nylon, want het is sokkenwol. Maar dat draadje maakt het ontzettend zacht. En ik heb ook het idee dat... Ja, ik heb er zelf geen last van. Maar mocht je gevoelig zijn voor het prikkelen van wol, dan heb ik het idee dat het zachter maakt. Dus dat je wat minder last ervan hebt. Maar dat is iets wat je echt voor jezelf moet uitproberen. Die heb ik af kunnen maken in de eerste paar weken, geloof ik, van mijn herstel. Van mijn ziekbed, wou ik zeggen. Maar dat klinkt dan wel weer echt heel triest. En dat is het dan natuurlijk weer niet. Maar goed. Dus hier ben ik heel blij mee. Ik moet hem dus nog even blokken. Maar daar heb ik dus nu nog niet de gelegenheid voor gehad. En dan gaat hij lekker de kast in voor in het najaar en de winter. Dus
echt heel erg blij mee. Dus mijn eerste dikke wollen trui. Ik ben heel benieuwd hoe het zal zijn om hem te dragen. Maar ja, keep you posted. Dan ben ik overgestapt naar iets lekkerdere zomerse, meer zomerse projectjes. Ik ben begonnen met een topje haken voor mijn dochter. En wel een granny square topje. Ja, hij is echt fantastisch. Ze heeft hem al een paar keer gedragen. Even denken. Als jullie mijn filmpjes hebben gezien, dan... als je het niet hebt gezien, ook goed. Maar lijkt alsof ik dat de hele tijd moet zeggen. Maar ja. Nee. Ik heb vorig jaar deze granny square tas gehaakt. Nee, dat zeg ik niet goed. 2 jaar geleden ben ik al begonnen met deze granny's haken. Ik had toen een lapje. En ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Ik dacht, ja, ga ik daar nou een soort sprei van maken voor het voeteneind bij mijn dochter of iets anders. En als ik me niet vergis, was ik tijdens een filmpje, was ik dit aan het laten zien. En toen hield ik het zo voor en toen dacht ik, oh wat leuk, daar kan je natuurlijk ook een heel leuk topje van maken. Nou, en de grap is natuurlijk dat granny squares zijn op dit moment helemaal hot. Je kan de Zara of de H&M nu binnenlopen of ja, je wordt doodgegooid met gehaakte topjes en jurkjes en tassen en noem het maar op. Dus ja, ik krijg ook heel veel complimenten over deze tas. De voering heb ik niet zelf gemaakt. Alle credits gaan naar Mieke. Mieke die heeft ja, een hele leuke Instagram pagina waarop ze haar goodiebags, hoe noem je dat, project bags deelt die ze zelf maakt. Die kan je bij haar bestellen, die kan je bij haar kopen. En zij heeft toen na het zien van mijn filmpje en mijn struggles om hier een voering in te maken, al dan niet in te maken, want ik was er toen nog niet over uit, heeft ze aangeboden om deze voering voor mij te maken. Nou, dat... dat vind ik natuurlijk fantastisch. Hij wordt met heel veel liefde inmiddels gedragen. En ja, heel veel complimentjes krijg ik erover. Het is echt, oh, wat leuke tas, wat leuke tas. En nou ja, mensen die mij kennen, die weten dat ik dat natuurlijk zelf maak. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, en dat heeft me eigenlijk op het idee gebracht om dus een topje te maken. En ik heb wel voor de tas heb ik het dunne katoen gebruikt. Dus dat glanskatoen, zeg maar. En voor deze heb ik de dikkere katoen gebruikt. Dus dat is... ja, ik heb dan op naald 4 gemaakt. Ik weet eigenlijk niet wat er aan... Nee, naald 5, sorry. Naald 5 heb ik dit gemaakt. En ik heb dus bij elke granny heb ik in het begin... Of in het midden heb ik de witte draad gebruikt. Witte kleur. En daar heb ik 2 toeren omheen gehaakt. En uiteindelijk heb ik alles dus afgekant met de witte draad, dat het weer één geheel wordt. En ik heb een paar combi's bedacht van kleurtjes die ik had en waarvan ik dacht dat dat leuk staat. Hè, blauw is niet per se iets wat of ik of mijn dochter heel mooi vinden, maar ik vond wel dat het een leuk contrast gaf met de andere kleuren. Ja, deze is echt favoriet, lichtroze met lila. Maar ja, het geel maakt het natuurlijk ontzettend zonnig. Hierin zit dan een soort lichtgeel, beige kleurtje en dan geel. Dus ja, heel blij met de kleurencombi. En hij wordt met heel veel plezier gedragen. Als je op mijn Instagram pagina kijkt, dan kan je een reel zien waarin ze hem showt. En ze is er heel erg blij mee. En ook daar heeft ze heel veel complimentjes al over gehad. Dus dat is ook super leuk. Ik ben begonnen met het breien van sokken voor mijn man. Ik zal wel even een fotootje invoegen, dan hoef ik daar nu niet verder voor op te staan. Ja, mijn man was de enige in huis die nog geen wollen sokken heeft. En toen iedereen met lekkere wollen sokken van de winter ja, op de bank zat of door het huis ging stappen of wat dan ook, had hij zoiets van, oh, die liet wel vallen van, die zou ik ook wel willen, zeg maar. Dus ik ben begonnen aan een paar voor mijn man. En dat zijn gewoon even sokken. Dat is nog de wol die ik over had van de trui. Dus deze kleur, een beetje beige. En dat vindt hij helemaal mooi. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal uitpakken met dragen voor hem. Ik heb nu 1 sok af en ik moet nu aan een andere sok beginnen. Maar ik ben eigenlijk een beetje afgeleid. Want ik heb dus tijdens de Delicious Yarn Party afgelopen zaterdag... heb ik ook nog deze prachtige bol gekregen... Wool Addicts bij Lang Yarns. En het is een prachtige bol met sokkengaren. En ja,
Het is dat ik nu aan die trui ben begonnen natuurlijk. Want dat zijn ook van die geweldige kleurtjes. Maar anders zou ik ook gelijk een paar sokken opzetten. Ga ik nog even mee wachten. Want dit is dus wol. En wol en ik in de zomer, dat werkt niet echt. Dus ik ga lekker aan de slag met deze heerlijke katoentjes. Wil je het nou ook een keer bijwonen? Eva-Marie Kroonen en ik, Eva van Feestje bij Eve en ik, die organiseren dat dus 4 keer per jaar. In de herfst hebben we straks de herfsteditie en dan kan ik vertellen dat is op een hele leuke locatie weer. En de laatste van het jaar zal zijn in december. Sorry voor het boren. Zal zijn in december. En die zal weer in het atelier zijn bij Feestje bij Eve in Zoetermeer. Daar hebben we ook de springeditie gehouden. En de zomereditie hebben we afgelopen zaterdag op het strand gehouden. En ja, nu hebben we dan strakjes weer op locatie. En in de winter weer in het atelier. Dus ik zou het ontzettend leuk vinden dat als je daarbij aanwezig wilt zijn, dat je dan bij ons opgeeft. Het makkelijkste is via Instagram. Wij zullen binnenkort weer wat delen over deze nieuwe Yarn Party. Maar stuur gerust een DM of een berichtje als je interesse hebt. En wij sturen je uiteindelijk een mailtje toe met alle info en kosten en dergelijke. En dan mag je zelf beslissen of je daarbij wilt zijn of niet. Ook nog even een shout-out trouwens naar Karin Portier. Zij heeft een ontzettend leuke. Ik moet even kijken. Ja. Zij heeft een ontzettend leuke. Sorry hoor, ik ben even wat aan het zoeken. Wolproeverij gehouden van Lang Yarns. Tijdens onze strandeditie. En zij heeft voor ons nog een paar steekmarkeerders gemaakt. En die ben ik aan het zoeken. Kijk, dit. Oh, even kijken. Dit zijn ze dan. Even zien. Een schelpje, zo'n parelmoerschijfje en zo'n leuk kraaltje. Helemaal in het beach thema. Dus ook nog hartelijk dank aan Karin voor deze super lieve bijdrage. En ben je geïnteresseerd in de garens van Lang Yarns? Kijk op hun website. Alles wat ik heb laten zien is gewoon te koop op de website. En ik kan het je ten zeerste aanraden. Het is heel fijn garen waar je echt super veel mooie projecten mee kan maken. Dus nogmaals dank aan Lang Yarns. Ja, en dan is het... even een slokje trouwens. Ik heb het best wel warm hier. Ik heb lekker watertje met... citroentje en munt. Met deze superleuke bekers van de Action. Echt geen geld ook weer. En we hebben er heel veel plezier van hier. Het wordt best wel warm hier nu in de serre. In de winter heb ik altijd het probleem dat hier te koud is. En nu heb ik het eigenlijk weer iets te warm. Ik ga afsluiten. Ik wil jullie er nog even op wijzen dat je naar deze mooie sieraden kan kijken. Via de website die ik in mijn beschrijving heb staan. De sieraden worden ook verstuurd in deze supermooie etuis met een hele sterke magneetsluiting. Je kan die sieraden dus heel makkelijk meenemen op vakantie. Er zit zelfs nog een vakje in. Ik heb hier het kaartje van een van de sieraden. Maar er zit dus zelfs nog een vakje in. Dus je kan meerdere sieraden bij elkaar doen en dan zo meenemen op vakantie. Maar het is ook echt een heel handig etuietje voor je steekmarkeerders, voor kleine handwerkspulletjes, je meetlintje, dingetje. Nou, ideaal, multifunctioneel. Hey, hartstikke leuk dat je weer hebt gekeken. Ik ga deze vlog weer afsluiten. Ik hoop de volgende keer weer wat sneller online te komen en jullie weer nieuwe dingetjes te vertellen. Hele fijne dag nog en tot gauw. Doeg!